welkom bij de 100 Baby Challenge deel 2. Vorige keer heeft Nicole een baby gekregen en is weer zwanger van de volgende. Dus het is nu tijd om verder te gaan met de challenge, nieuwe mensen te ontmoeten en de tweede baby te krijgen en de baby hopelijk naar peuter. En ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen vandaag, dus veel plezier met kijken. Vergeet niet te liken of te abonneren als je dat wil. Als je dat niet wil is het natuurlijk ook helemaal prima. En ja, dan moeten we verder spelen. De baby is wakker en niet zo blij. Dus ga je voor de baby zorgen. Gaat dan voor onszelf zorgen. Misschien nog wat geld verdienen. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Dus we gaan naar een barreis. Kunnen we daar ook gelijk eten. En iemand nieuws ontmoeten. We hebben dus een kind van Marcus. We zijn zwanger van Brent. Dus wie zal ons nieuwe slachtoffer zijn? Travis. Heb ik net besloten. We zijn er. We gaan blijkbaar niet naar van Travis. We gaan eerst wat eten regelen, want anders blijft ze chagrijnig. Zo. Eten bestellen. Frietjes. Nicole gaat verder met een boek schrijven om meer geld te verdienen. Ze is inmiddels niveau 5, dus kan ze hoeft ze niet zelf uit te geven haar boeken, maar kan ze het aan een uitgever verkopen. Dat is heel fijn. Daar kunnen we echt dagelijks weer geld mee ontvangen. En ze gaat ze ook nog een paar schilderijen maken. Dus ja, dit is een beetje een zijgedeelte, dus ik zal nog doorspoelen. Net of we zijn een vriendinnetje wilden worden. Maar ja, dat gaat in deze challenge gewoon niet lukken. Ik denk niet dat Nicole een hele goede partner zou zijn, eerlijk gezegd. Dus we hebben ja, zielig voor Brent, maar we hebben toch echt nee moeten zeggen. Oké, het boek is klaar. Dus nu kunnen we hem dus, in plaats van hem zelf uitgeven, kunnen we hem aan een uitgever verkopen. Het is een uitstekend boek. Oké, Lieke is bijna jarig. Dus morgen is ze jarig. Morgen mogen we haar ouder laten worden. Dus dan hebben we een peuter in huis. Oh, dan moeten we het huis even gaan verbouwen. En zoveel geld hebben we niet. Nou, laten we eerst deze dag doorkomen. Nicole gaat ze slapen. Misschien nog een schilderij maken. En dan de volgende dag waar Lieke jarig is. Dus is het de volgende ochtend. En hebben wij geen boek uitgeschreven. Het is vandaag liefdesdag. Nou, daar moeten we natuurlijk wel wat mee. Schildervaardigheid gaat langzaam omhoog. We zitten nu op niveau 3, maar schrijven al niveau 5. Dus dat is al 5. De baby blijft huilen, wat minder fijn is. Ik weet niet. Misschien wil ze gewoon aandacht. Ik heb... Voor haar aspiratie moet ze nu, of haar doelen, nog 3 goede boeken, 5 goede boeken schrijven. Ik denk dat we iemand gaan uitnodigen om romantisch te zijn. Of bloemen geven, misschien dat we die niet gaan doen, maar een afspraakje hebben. Dat moeten we wel kunnen doen. Misschien kunnen wij iemand uitnodigen op een afspraakje. Laten we kijken. Laten we even uitnodigen. En zijn naam, ja, Havea denk ik. Ja, we gaan uit van Havea. Havea Levau komt zo langs. Daar is die. En we gaan samen het even gezellig hebben. Vragen hoe de dag was. Praten over dromen. Nou ja, aan die relatie werken. En hopelijk daarna kunnen we... Ja, hopelijk kunnen we daarna op een afspraakje. Ja.
Oh, gebeurt me dit nou zo vaak? Hij wil niet. Hij wil vrienden zijn. Verdikke maar. Oké. Dus dat is hem niet geworden. Jammer. Gaan we iemand nieuws vinden? Moeten we denk ik maar weer op pad gaan. Lounge, een romantische aura. Perfect. Als niemand ons op date neemt, nemen we onszelf maar op date. Kijk, daar is Akira. Nou, you know the story. We gaan weer aan onze relatie werken. Hey. Jelja cannot submit. Oké, we hebben in principe goud behaald, dus ik ga het afspraak beëindigen en dan gaan we naar huis om te eten, te slapen en Lieke peuterdag te worden. En het huis verbouwen. Maar we moeten ook nog het huis verbouwen om het peuter weg te maken. Dus we beëindigen dit en gaan naar huis. Voordat we Lieke ouder laten worden, even heel snel slapen. Want dan is misschien wat energie voor die peuter. Oké. Hier gaan we. Ouder worden. Oh jeetje, wat een haar. Oké, ik ga alles op random doen. Alle skills, nou niet alle skills, want die ontwikkel je. Ik ga alle eigenschappen uit random doen. Dus, oh, het is een charmeur. Nou, net zoals de moeder. Oké. Ik ga het huis even verbouwen, want wij hebben peuterspullen en ruimte voor een peuter nodig. Deze kamer verdient zeker geen schoonheidsprijs, maar het heeft precies wat het nodig heeft. Een potje, een bed. En speelgoed om skills te ontwikkelen. We missen alleen nog een bad. Oh, peuters kunnen niet douchen. Die moeten in bad. Dat was ik even vergeten. Een bad nog. En dan hebben we wel alles. En dan, dit is Lieke. Lieke heeft volgens mij lichte ogen, rood haar. En Lieke gaat de skills ontwikkelen. Ze gaat eerst even naar beweging, gaat automatisch wel. We gaan brabbelen, communicatie oefenen. In de tussentijd is Nicole in haar laatste trimester. Dus heeft zoiets peuter en baby. Eigenlijk heeft Nicole een beter bed nodig, want dit bed is echt. Of ze moet hem verbeteren, maar daar is een veel te laag niveau van handigheid voor. Nu valt het nogal mee. Eén peuter en zwanger. Oké, te doen. In Sint dan. Ja, ik weet niet voor hoe lang dat blijft. Dat het te doen is. Maar voor nu in ieder geval. Ja, dit vind ik lastig, want we hebben nog geen kind van Akira. Dus ik denk dat ik ga zeggen natuurlijk, omdat anders onze relatie achteruit gaat. We willen hierna een kind van hem. Dus we zeggen natuurlijk, maar ja. En uiteraard gaat ze kind krijgen terwijl ze kapot moe is. We gaan hem in het ziekenhuis krijgen. Want dan krijg je ook een... zo'n geboortecertificaat. En die gaan we in het huis ophangen. Is het idee in ieder geval. Dus ja. Hopelijk glitcht hij nu niet helemaal. Kijk. Inchecken. Daar gaan we. Ja, gaan we. Zo. Gokken. Jongetje of meisje, wat denk je? Het is nog een meisje en zij heet Lotte. Lieke en Lotte.
Geen tweeling. En zorgen voor peuter en baby. Lieke is eigenlijk helemaal prima. Dus Lieke gaat even zorgen dat ze haar skills gaat ontwikkelen. Vooral denkvaardigheid. Dus hier, dat is goed, is denkvaardigheid. Gaat ze daar werken. Nicole gaat haar baby voeden en knuffelen en dan gaat ze lekker slapen. Heeft een nieuw zusje gekregen. Echt boeit er geen helemaal niks. Overdikken we. En we moeten natuurlijk weer de nieuwe uitnodigen. Daar is het nu te laat voor. Morgenochtend nodigen we de volgende uit. Ik denk dat we inmiddels wel... Even kijken, waar is die? Akira kunnen uitnodigen. Yes! Dat is die die onderweg is. Oké, voordeel is als Lieke ouder is en tiener is, dan kan ze ook helpen koken en voor de kinderen zorgen. Dat zou best wel chill zijn. Want nu moet ik elke keer stoppen met schrijven, want dan is Lotte weer verdrietig. Ja. Lotte moet even geduld hebben hoor. Welke skills moet ze nog gaan werken? Communicatie is 3. Communicatie is klaar nu. Denken, het is echt denken. Hoe gaat het met Lieke? Lieke gaat prima. Lotte is bijna jarig. Morgen hebben we 2 peuters. Oh, wat voor drama gaat het worden. Oh jeetje. Oké. We begonnen deze aflevering met 1 baby en een zwangerschap. We eindigen met een baby, een peuter en een zwangerschap. Dus op zich gaat het prima volgens mij in de challenge. Volgende aflevering hebben we dus 2 peuters. Daar kijk ik niet naar uit. Peuters zijn echt heel veel... Ja, het kost gewoon heel veel moeite om op te groeien. Maar ja, het komt vast wel goed. Dus kijk volgende keer ook. En als je het leuk vond, geef dan vooral een likeje. Zo niet, dan hoeft dat niet. Of als je dat niet wil doen, helemaal prima. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.